Hallo, ik ben Sandrine, technisch verantwoordelijke voor opleidingen en testcoördinatrice bij ProNails. Ik zou het willen hebben over de masterfiles van ProNails. In ons vak als nagelstylisten moeten we heel veel veilen. Het is dus belangrijk om de juiste vel te kiezen om ons het werk te vergemakkelijken. En hiervoor moet je rekening houden met twee belangrijke elementen. De korrel en de vorm van de vijlen. Die zullen bepalen hoe ze te gebruiken. Ik leg het graag even uit. De masterfiles van ProNails bestaan in drie verschillende vormen. Recht, banaan en halve maan. De rechte vorm wordt gebruikt om de vrije rand van de nagel te vijlen en de gewenste lengte en vorm te geven. Die vierkantig, ovaal, amandelvorming of om het even welke andere vorm kan zijn die de klant wenst. Deze vijl wordt niet gebruikt op de bovenkant van de nagel. Om het nageloppervlak vorm te geven, heb je de vijl in banaanvorm nodig. Dankzij haar speciale vorm kan je je bouwgel gemakkelijk vormgeven op de bovenkant van de nagel zonder de nagelriem te beschadigen. De vijl in de vorm van een halve maan is een combinatie van de rechte vijl en van de banaanvormige vijl, wat echt heel handig is. Je gebruikt deze rechte kant van de vijl om de vrije rand van de nagel te verkorten en vorm te geven en vervolgens draai je de vijl gewoon naar de ronde kant om het nageloppervlak vorm te geven. De masterfiles bestaan in vier verschillende korreldiktes. Een korrel van 240, de zachtste, een korrel van 180, een korrel van 100 en een korrel van 80, de ruwste. Maar allereerst, wat betekenen deze korrelwaarden? Eigenlijk kun je vijl vergelijken met schuurpapier, waarbij de kleine korrels de ruwheid van de vijl bepalen. De korrel van een vijl verwijst naar het aantal nodige korrels om een kleine oppervlakte van de vijl te vullen. Hoe lager de korrel, bijvoorbeeld 80, hoe groter de korreltjes en dus hoe ruwer de vijl. Een hogere korrelwaarde, bijvoorbeeld 240, heeft veel meer korreltjes nodig om diezelfde oppervlakte te vullen. Wat betekent dat de korreltjes kleiner zijn en dat de vijl zachter zal zijn. Dus, hoe hoger de korrelwaarde, hoe zachter de vijl. En hoe lager de korrelwaarde, hoe ruwer de vijl. Laten we nu even kijken naar de korrel van elk van de vijlen. De vijl met korrel 240-240 is de zachtste in het gamma masterfiles en is ideaal om de vrije rand van de natuurlijke nagel te vijlen. Ze is uitsluitend verkrijgbaar in de rechte vorm omdat natuurlijke nagels niet op de bovenkant mogen worden gevijld. De vijl met korrel 180-180 is een matig zachte vijl, ideaal om de vorm van gelnagels af te werken. Ze is ook geschikt voor teennagels en wordt gebruikt bij Sopolish klanten om de nagellak open te vijlen vooraleer het af te weken. Ze is verkrijgbaar in de rechte vorm, banaan en halve maan. De vijl met korrel 100-100 is ideaal om gelnagels snel en gemakkelijk te verwijderen. Dankzij haar ruw oppervlak is ze zeer doeltreffend om gelnagels te verkorten en vorm te geven. Bij het eerste gebruik zou ze iets wat te ruw kunnen lijken, maar het volstaat twee vijlen tegen elkaar te wrijven vooraleer ermee aan de slag te gaan en je zult er helemaal dol op zijn. Deze vijl bestaat in drie vormen, recht, banaan en halve maan. De vijl met korrel 80-80 is de ruwste vijl van het gamma Masterfiles. Deze vijl is perfect om zeer harde materiaal te verwijderen, te verkorten en vorm te geven, zoals zeer dikke acryl of gelnagels. Deze vijl bestaat in twee vormen. Recht en halve maan. Het is belangrijk de juiste vijl te kiezen om zo lang mogelijk van je masterfiles te genieten. Als je een te zachte korrel gebruikt, zul je automatisch te hard drukken en zul je de vijl niet zo lang mogelijk kunnen gebruiken. What's so great Wat geweldig is met de masterfiles is dat je veel klanten met één en dezelfde vijl kunt doen. Bovendien zijn ze erg zacht voor de nagels van de klanten. Denk dus goed na, dames, vooraleer je keuze te maken.